en heren. Het is 7 uur en zoals u in het verleden altijd gewend was, zal dat ook in de toekomst zo zijn dat wij op het juiste tijdstip gaan beginnen met onze vergadering. Vergadering van dinsdag 3 november 2015. De officiële raadsvergadering die gaan we officieel straks beginnen met een aantal agendastukken, maar voorafgaand. Zo direct de afwijking daarin, waar we normaal om 19:30 beginnen. We beginnen vandaag om 19:00. Is natuurlijk ook om onze nieuwe burgemeester hier welkom te heten. Dat wil ik vanaf deze plek als eerste sowieso hier doen. Welkom in deze zaal. Ik zie ook echt een aantal mensen op de tribune die ik toch ook even in het bijzonder welkom wil heten. Familie, vrienden, mensen uit Assen. Ik zou zeggen. Wees ook in de toekomst welkom in deze raadzaal, net als vele anderen die hier bijna elke 14 dagen aanwezig zijn. Ja, en dan moet ik toch ook even een bijzonder welkom zeggen aan Eindert en Klinneke Solma. Het is een heel ongewone plaats om daar te zitten, maar het blik vanaf hier, het doet me goed om jullie daar zo te zien zitten. Dank u wel voor jullie aanwezigheid. Vraag naar agenda punt 2 van dit deel van de vergadering. En dat is het ontvangst van onze waarnemend burgemeester Weerke. Daarvoor hebben we 2 toespraken. De eerste die ik daarvoor graag de gelegenheid wil geven is onze lokale burgemeester Henny Hemmers. Dank u wel, voorzitter. Beste jaar. Alvast welkom. Maar voordat ik het ga zeggen, we gaan even terug naar vorige week. Toen wij toch wel een heel bijzondere week aan afscheid moesten nemen, ook als college van de 2 gewaardeerde collega's. Collega Anneke Duits, wethouder, en natuurlijk ook onze burgemeester, Meijners Schoorhout. Vandaag is het weer een bijzondere avond, we heten nu welkom de nieuwe burgemeester. Ik zei net tegen de voorzitter, tegen Henk Duesman, ik hoop dat dit het laatste feestje dat we daarna gewoon weer aan het werk gaan. Zijn wij vanmorgen wel bij begonnen, eerste collegevergadering. En als u ziet is natuurlijk, ik kwam een nieuwe voorzitter, dus op college. Zoek een plaats en dan zoekt zijn woorden. Maar ook namens Jaap, mijn complimenten aan Jaap. Want het was een korte, strak geleide collegevergadering. En als dat de toekomst is, dan doen we het welkom in ons midden. En ik heb vanmiddag in Ziel al gesproken. Ik denk dat het helemaal goed komt. Ga nooit op de plaats zitten van je voorganger. Doe gewoon je eigen ding. En, alle vertrouwen en dat er helemaal goed van. Dan kreeg ik vorige week van de voormalige burgemeester deze kerstingafhanger. Dat was een bijzonder moment voor mij. Er zijn zelfs mensen in Nederland die de echte burgemeester hebben. Maar ik sta heel graag nu af aan de echte burgemeester van Nederland, Jaap Kank. En aan mij denk ik jaar om jou deze toch al lange kerstingafhanger de goede kant te komen. Ja, ik ga het precies zo goed mogelijk. Nou, zie je wel, dat is geen dames. Hey, welkom en succes. Dank je wel. Ja, zoals al gezegd door Henny, vandaag weer een bijzondere dag op de gemeentelijke agenda van de gemeente Pekela. Nadat we vorige week, dus na 16 jaar dienstverband, afscheid namen van burgemeester Solma en zijn vriendinnen. Vandaag tijd voor de opvolging. En ondanks dat iedereen denkt en weet dat het hier een zware taak zal zijn om de heer Solma te vervangen, en ik weet dat je dat zelf ook denkt, dat was een van de opmerkingen die je ook al naar ons gemaakt hebt, weet ik ook zeker dat je dit gaat lukken. En dat sterkt ons dan ook in de gedachte dat we wel een andere persoon aan het roer hebben staan, maar dat er ook alle vertrouwen is dat u deze waarnemende taak uitstekend kunt vervullen. En vanuit de bestuurlijke functie, zijnde voorzitter van de raad, heeft u daarvoor ook een hamer ter beschikking. Schollema heeft die nimmer gebruikt. Ik als plaatsvervangend voorzitter ook. Los van het feit wat u wenst of u ermee wil doen, hij is er en ik draag hem graag aan je over. En ik wens je vanaf deze plaats, mede namens alle raadsleden, heel veel succes in de nieuwe functie. Dat komt vanzelf.
af, Henny. Dames en heren, ik zat Kornhout. Henny heeft me geprobeerd vanmorgen al in te geven wat ik zou moeten zeggen. Maar twee dingen ga ik in ieder geval doen. Ik blijf een beetje eigenwijs, want het past volgens mij bij Pekela. Ik heb al een aantal raadsleden vandaag gesproken weer. Jullie waren natuurlijk een beetje dwars ten opzichte van de commissaris, omdat je zei, wij willen toch een vinkje in de pap bij de benoeming van de waarnemende burgemeester. En dat is volgens mij gelukt. En dat sprak me heel erg aan. En volgens mij gaan we daar nog een geweldige samenwerking uitzien in deze raad. Ook al hebben we volgens mij een aantal hele zware en stevige taken te doen. Ik wil langs deze weg mijn nieuwe collega's van harte bedanken voor het warme ontvangst van de afgelopen dagen. Natuurlijk is het een beetje onwennig als je voor het eerst in die kamer zit en zoekt het. Maar ik moet zeggen, ook mij is die vergadering van vanmorgen goed bevallen. En Henny, ik zal echt niet proberen van de rook af te krijgen. Als die echt moet, dan mag die er even uit. Maar we zullen het wel, zo past het volgens mij op PKLA, kort, bondig en direct houden. En tot slot, Meijnert, ik wil jou bedanken voor je warme ontvangst en het warme bad dat je voor mij hebt achtergelaten. Zodat wij ook samen met u en het college PKLA nog een stapje voorwaarts kunnen. Dank u wel. Ja, tuurlijk. Ja, dat is een ja, dat is een goede periode. Gefeliciteerd. Ja, succes. Dat lukt.